Benny, ik ben op zoek naar onglet. Dat is een lekker stukje. Dat is een heel lekker stukje, hoor. Dat is zo precies zo een geheimzinnig stukje, zo. Eigenlijk is het wel een uniek stukje, want er is maar zo één aanwezig in het dier. Dus daar, tegen de andere spieren zijn we alle twee, hè. Maar hoe komt dat? Dus dat zit eigenlijk in het midden van het dier, hè. Dus hebben we hier een dierremmen. En we dus de ossenhaar die hier onderaan loopt. En aan het puntje ervan, tussen de nieren, vertrekkend, hebben we dus de scheidingswand tussen de buikorganen en de borstorganen. En dat loopt ongeveer tot aan het puntje van de borstdieren. Die zijn dus eigenlijk dus allemaal hetzelfde benaderd. Dat is eigenlijk een belangrijke spier. Dat is een heel lange, belangrijke functie. Het is ook een spier die werkt van het eerste uur van de dag tot het laatste uur van de dag. Want het reguleert ook de ademhaling. Bij het in- en uitademen wordt die gebruikt. Dus altijd in beweging. Dus altijd in beweging. Dus daarmee ook dat we een specifieke smaak krijgen. Dat hebben mij ook al eens gezegd. Als je zelf al zo'n dier liefde geeft, op een dierlijke manier, dat je dan ook eigenlijk lekker vlees hebt. Die zijn eigenlijk allemaal hetzelfde benaderd. Dat is eigenlijk een belangrijke spier. Die zijn eigenlijk allemaal hetzelfde benaderd. 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 Die zijn eigenlijk allemaal hetzelfde benaderd.